Volgens minister van Economische Zaken Reshma Kuldip Singh zullen er deze week en de komende week gesprekken gevoerd worden met de ondernemers met betrekking tot de schade die zij hebben geleden. Wij voeren u terug naar dit gesprek. Nou, natuurlijk raakt het iedereen niet. Het is heel triest wat er zich heeft afgespeeld. Maar dit kunnen wij niet accepteren en wij zitten al met de verenigingen en de mensen die schade hebben geleden worden nu geïdentificeerd. En die worden individueel allemaal uitgenodigd om de schade van daaruit te identificeren, goed te evalueren en kijken waar de ondersteuning van het ministerie er is. En als de regering zou kunnen inkomen, hoe zou dat eruit moeten zien? Dat moeten we nu even goed evalueren. We kunnen dat nu niet bepalen. We moeten goed de inventarisatie hebben en dan gaan we dat goed doorcommuniceren.